Jack en ik zeilen rond de wereld en doen dit op een bijzondere manier. We zeilen namelijk zelfvoorzienend rond de wereld. Dit betekent met zonnepanelen, windmolens, een watermaker en een elektrische motor. Of dat goed is of niet, dat laten wij nog even in het midden. Het is heel makkelijk om je generator aan te zetten en met diesel je energie op te wekken. Wij gebruiken technieken waar we schone energie mee opwekken. Als je die technieken combineert, kom je een heel eind met zelfvoorzienend leven. Op een zeilboot voelt het als je eigen eiland. En op ons eiland merk je direct of zelfvoorzienend leven haalbaar is. Of het ook echt kan. Alles wat je hier doet, wat je opwekt, opslaat, verbruikt, is van jezelf. Niemand die ons stroom levert, afpakt of kan afsluiten. En dat maakt het heel tastbaar en een geweldige uitdaging. Het leven aan boord op een zelfvoorziende zeilschip bevalt ons goed. Als de wind waait of de zon schijnt, is alles aan boord aan het bijladen. Ook wij. De opgewekte energie wordt ook gebruikt om ons drinkwater van te maken. Gemaakt van hetzelfde zeewater waar we ook in pissen. Tja, zo gaan die dingen. Vanaf het water hebben we de mooiste plekken ontdekt. We hebben gezien hoe de mensen op en met de wereld leven. Maar we ontdekken ook de minder mooie kanten. We worden geconfronteerd met veel vervuiling en op veel plekken waar we aankomen ligt plastic afval. De stranden, die liggen er vol van. Samen met de lokale bevolking ruimen we deze stranden op en vertellen ze ondertussen over het zelfvoorzienend leven aan boord. Een mooie gedachte die we graag doorgeven.